Die heeft Queen, serieus? Queen? Are you kidding me? Oh, a Queen? Niet een king, nee, een Queen? A Queen, serious, a Queen? Fuck off, mate. Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van mij, HanztheBest. En vandaag hebben we een nieuwe aflevering van Rocket League. We zouden eigenlijk vorige week Rocket League doen, maar ja. Ik had het eigenlijk gewoon veel te druk. Dus daarom deze week Rocket League en een ballen doen. Ja, ik persoonlijk ook niet echt zo zin in. Dus ja, dan. Maar we doen weer 3 tegen 3 en hopelijk kan ik wel lekker knallen. Het nieuwe jaar. In ieder geval iedereen de beste wensen. Als je het nou vaak wilt zien, abonneer, reageer, like zeker deze video. En ja, was het ook te hard. Zo. Voorgezet, ja, nee, niemand. Oké. Oh, we staan wel 1-0 voor. Hey. Dus we hebben netjes voorgegeven. Maar ik heb doelstelling 1 van mijn vorig jaar wel behaald. Met 1000 abonnees. Ik denk dat ik nou een doelstelling kan zetten voor 2000, misschien 3000. Ik hoop het. Dus als je nou bij wilt helpen, abonneer, reageer. Of abonneer. Vooral. En deel deze video met je vrienden, familie, iedereen. Oh, ja, iedereen. En dat is echt een noob. Ja, ik heb geen boost, dus. Still waiting. Die had het goed. Kijk, niks over uit. Maar nou dat ik in de zak. Nou, ik ga hem ook door, want... Zo. Oké. Oh nee, serieus. Maar mijn teammate komt er maar alsnog in. Hoe de hel kan ik dus? Is dat logica? Ik zeg dat er iemand dat we samen speelt, maar dat is wel lekker glitched. Maar we staan netjes 3-0 voor, dus heel goed. Oké. Ik dacht die heel snel moeten kunnen raken, maar... Oké, dat vind ik niet zoals gedacht. Wel goede teammates. Ja. Had ik gezegd? Had ik goede teammates? Wow. Oh ja, daar. Kijk op. Uiteindelijk een goede voorzet. Waarom zou ik zo van? Psych. Ja, je neemt hem mee en hij knalt keihard. Maar ook keihard. Oh, nog even samen. Even tegenhouden, zo'n blijven. Ah, dat was wel een lucky. Hij ging eigenlijk eerder lat dan echt in, maar je kunt er weinig aan doen. Ik moet niet meer naar de zak springen. Zo. Nou, alsjeblieft. En geen voorzet of zo? Nee. Waarom wel in Rocket League? Waarom wel? In ieder geval, eerste potje keihard gewonnen. En gelijk door naar het tweede potje van vandaag. Yo mensen, welkom bij het tweede aflevering van het tweede potje van vandaag. Hoop ik dat deze ook wel iets positiefs opleveren. Maar we zullen zien. Oké. Zo. De 1-0 al binnengescoord. En wel een mooi vuurwerk. Yay! Basic Rocket League! Op een of andere manier al de eerste stot. Oh. Je raakt in het verkeerde. Max. Twee wordt kunnen. Maar hier weer een voorzetje. Hey, eigen doelpunt. Basic! Maar hoe is hey, daar kon het af. Dus laat even een comment achter. Nou, hoe is het dan? En dan kan ik erop reageren. In de volgende video of laat ik wel iets achter. Oh. Ja, oké. Zo. Ik zit echt te vliegen aan alle kanten zonder boost. Ik vind het helemaal mooi. I get some boost. Wait. Eigen doelpunt! Ik had hem misschien nog uitgelegd. Yeah. Sad. This is so sad. Zo, en dan die en dan die. En dan... Ah. Jammer. Jammer dit. Kijk, als ik nou een keer boost zou hebben, dan zou ik beter kunnen helpen. Nice. Godsie mijne. Ik gooi de... Oké, dat was wel heel erg. Nou, als hij me in de kruis moet, dan... Ik had misschien net een boost voor misschien. Misschien. Heel misschien. Maar... Ik had volgens mij over. Maar ja, we hebben verlenging, dus het is gezellig. Even nog de skills laten zien. Ja, jij denkt dat ik daar blijven hoor. Nee. Zo. Zo, ik had kril aan mijn neus, dus nice! Bam! 2 doelpunten en een gek assist. Er zijn gewoon spikes. Maar dan gaan we gelijk lekker door naar het derde potje van vandaag. En daar. Yo mensen, welkom bij het laatste potje van vandaag. Nou, snel doelpunt. Binnen 9 seconden, hé! Ja, dat heb je toch wel erg verneukt wat ze nou deden. En ik zit nog wel... Dit is al vast, ik weet niet. Ah, ik denk niet op het net. Ja, hallo. Jezus. Ik wou net zeggen, als hij die gescoord had, dan weet je wat voor team of tegenstander het is. Maar nu een goeie. Zo. Oké. Go allemaal. Ja, daar kon ik weinig op doen. Nou, ik had hem misschien niet terug moeten plaatsen. Maar ik kwam op anders richten, maar dat ging niet goed. Oké, die gast zegt iets of zo. Ik gooi er geen weten. Ik heb ook audio ook uitgezet, tenminste die audio. Lekker bezig, teammates. Applaus. Nou, we zullen even gas geven. Een beetje negatief kunnen. Kom op. Serieus? Ik doe nu even concentratiemodus, want... Jezus. Ik zeg naar achteren, waar gaat hij naar voren? Ik zeg naar terug naar Deins en altijd. Hier, kijk, ik schiet gewoon 300 km per uur naar voren. Maar ik wil het niet verliezen, dus. Zo. Die shit. Nou. En nu nog een doelpuntje gaat slepen. Ja, nice. Nou, als ze nu nog gaan verliezen, dan weet ik het niet meer. Dan weet ik het niet meer. Hey, ik dacht dat ik blijf naast hoor. Omdat die big shopper erbij komt. Schopper, weet je niet, zeg maar. Zo. Ik had hem net. En... Nee! Jammer. In ieder geval iedereen bedankt. Of hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Rocket League. Als je het vraagt, wil je abonneer en reageer zeker deze video. En dan zie ik je bij de volgende aflevering van Rocket League of iets anders. Bye mensen.